Denk je dat de wereld er anders had uitgezien? Dat is natuurlijk een lastige vraag. Als dit nou niet had plaatsgevonden, waren dan bepaalde historische gebeurtenissen hadden die daar niet op gevolgd? Ik denk dat Amerika een sterkere positie had ingenomen. Dat Amerika op een aantal punten meer recht van spreken zou hebben gehad. Ja, dat is natuurlijk een beroemd voorbeeld dat Poetin in 2007 op die veiligheidsconferentie in München enorm tegen de Amerikanen uitgepakt heeft. En dan had hij natuurlijk ijzersterke argumenten. Wij mogen niks en zij mogen kennelijk alles. En ja, zo was het ook wel een beetje. En dit was een niet uitgelokte agressie. Niet waar? Die tot niets heeft geleid. Op basis van leugens. Want de leugen was natuurlijk die massavernietigingswapens. En dan had je nog de bijkomende leugen. Dat ze dan zijn iets met Al-Qaeda te maken zou hebben. Wat hij ook niet had. Daarmee kon hij het goed verkopen. Want er was nog angst naar in 9/11. Wat je zei, dat was allemaal propaganda. Ja. Het was een drama. Het was gewoon een drama. En Bush, heb ik begrepen, ook uit een documentaire, die had altijd al het plan, hè, om Irak binnen te vallen. Want hij had nog een soort van rancune van zijn paard. Hij had het al eerder wel eens laten vallen. Dat het, en natuurlijk, dat is een lang verhaal eigenlijk. Eigenlijk zou ik het hele verhaal dan eens gedetailleerd moeten vertellen. Maar daar is alles voor te zeggen dat op de avond van 9/11, dat toen in het Witte Huis al begonnen is met de schaakstukken zo te zetten, Dat eigenlijk Irak de schuld zou krijgen. Want die chef terrorismebestrijding van het Amerikaanse regering, meneer Clark heette die, een heel aardig boek geschreven over die hele zaak trouwens. En god, hoe heet het ook weer? Against All Enemies, geloof ik. Die komt dan de president tegen, die enigszins aangeslagen door het Witte Huis zwerft. En dan zegt de president tegen Clark en zijn medewerkers, zegt van, jullie moeten achter Saddam Hussein aan, want die heeft hier iets mee te maken. En dan zegt die Clark en zijn medewerkers, Mr. President, dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon onzin. En raakt hij, wordt hij boos en wordt hij ongeduldig. Ja, doe het maar. Dus dat is de avond van 9/11. En dus ja, toen, nou ja, dat is dan ook de veronderstelling van Clark, dat zulke lui als Rumsfeld en Cheney hem in zekere zin al te pakken hadden gehad. Maar wat zat daarachter vanuit hun? Het idee dat Amerika in het geval van 9/11 meedogenloos zou moeten terugslaan. Op een of andere manier duidelijk zou moeten maken hoe machtig Amerika eigenlijk wel was. Nou, dat heeft geleid tot de invasie in Irak. En ja, laten we wel wezen natuurlijk, als die oorlog, wat is het, 2 weken had geduurd. En dan, ze waren wel in Bagdad. Ze waren er heel snel en daarna begon de ellende eigenlijk. Zo is het, ja. Omdat natuurlijk Rumsfeld ook de troepenmacht zo klein mogelijk had gemaakt. Het Rumsfeld's idee was in en out. We laten even zien wat we kunnen. En waardoor die troepenmacht ruimschoots te klein was. Waarover ze tal van generaals in het Pentagon zijn, die is ruimschoots te klein. Maar Rumsfeld sprak je gewoon niet tegen. Ja, of je ging vroeg met pensioen, zoals de meeste tegenstanders het tenslotte overkomen is. Ja. Dat ze vroeg met pensioen gingen. Ja. Maar dan was 9/11 toch een beetje, en ook massavernietigingswapens, een gelegenheidsargument, maar ze wilden gewoon het regime daarop ruimen. Ja, dat speelde al veel langer. Ja. En dat had natuurlijk te maken met het feit dat met de Eerste Golfoorlog, met name ter rechterzijde, kijk, zie, nu ben ik toch bezig om het hele verhaal te vertellen, maar ter rechterzijde was het zo dat in de Golfoorlog natuurlijk, ik geloof 2 dagen vechten of nou minder dan 2 dagen vechten, een eclatante overwinning was behaald. En de Irakezen waren weggejaagd uit Kuwait. En we zitten nu ondertussen in 91, dus we zijn weer een heel eind teruggegaan. En toen heeft de oude Bush, die toen president was, die heeft tenslotte dat aanvalstraject stopgezet. Ze zeiden, we hebben nou Kuwait bevrijd, nu stoppen we ermee. Dat was ook een beetje doordat, die had zo'n weg des doods. Dus die Irakezen vluchten terug naar Irak en nou, de Amerikanen hebben daar een soort van schietpartij georganiseerd. Er zijn gruwelijke foto's van. Ja, dat was prijsschieten. Dat leger was panisch op de vlucht en allerlei opzichten.
En Bush, en zeker ook daarbij geassisteerd door Colin Powell, die toen chef van staven was, die heeft dat stopgezet. En allerlei rechtsrepublikeinen hebben in de jaren daarna voortdurend gezegd, dat was stom, we hadden door moeten rijden naar Bagdad, we hadden het makkelijk kunnen doen, wat ongetwijfeld juist was. Maar zoals Colin Powell toen zei, wist het ook weer, if you break it, you own it. Het was enorm verstandig dat het stilgezet was. En dat is eigenlijk het, je kunt het even personaliseren. Oude Bush was wel een verstandige man, zeker ook een voorzichtige man. Iemand die echt zelf had gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Misschien is dat ook nog een factor van belang. Goed geadviseerd in dit geval door Colin Powell, die later eigenlijk niks meer te vertellen had, waarvan ze later misbruik hebben gemaakt. En zijn zoon was gewoon een nitwit. Overigens een charmante man, een beste jongen uiteindelijk. En fijn dat hij van de drank afgeraakt is, maar het was gewoon een nitwit. Heeft hij later dan nog op gereflecteerd? Een man die geen begrip had voor hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt. Nee. Heeft hij nog teruggeblikt op die oorlog later, nadat hij geen president was? Ja, dat is niet helemaal duidelijk eigenlijk. Mijn indruk is dat hij er verschrikkelijke spijt van heeft. En ja, waar leid ik dat dan af? Hij is gaan schilderen na zijn vertrek uit het Witte Huis. En hij heeft een nogal aandoenlijke reeks gemaakt van portretten van veteranen. En mijn indruk, en daar heeft hij ook een tentoonstelling van geweest en een boek van gemaakt, weet ik van. En mijn indruk is toch deze hele portretserie, dat zoiets is van, I'm sorry, het had nooit moeten gebeuren. Een soort van therapiesessies. Ja, maar dit is wel psychologie naar M. van Rossum. Dus, okay. Maar dan zou je bijna zeggen... Ik heb hem er niet persoonlijk over gesproken. Nee, maar dan zou je bijna zeggen, iedereen die schildert, die heeft iets, die moet iets verwerken. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat Rembrandt zat te verwerken. Beatrix schildert ook, hè? Wat? Beatrix zit ook te schilderen. Ja, Wilhelmina schilderde, Churchill schilderde, ze schilderden allemaal. Alles hele matige schilders overigens. Ja. Ik ben bij Churchill, bij Chartwell gaan kijken. Nou, het was veel minder goed dan ik gedacht had. En Wilhelmina ook, kijk, wat je ziet is dat ze les gehad hebben. Ze kunnen een klein beetje pielen met olieverf, maar... Ik wil trouwens nog, vandaag moeten we nog een schilderij doen. Ja, nou dat kunnen we nu mooi doen. Ja, precies. Nu we het toch over verf hebben. Vooral over die schilder. Sorry dat ik daar nou weer over ga zitten lachen van Bush. Hij heeft ook zijn eigen voeten geschilderd in de douchecel. Een meesterlijk schilderij werkelijk. Dat is ook openbaar. Ik heb er plaatjes van gezien, dus dat is wel openbaar, ja. Oké. Okay. Ja, je ziet alleen zijn voeten. Hè? Ja, nou, maar wonderlijk. Je ziet namelijk wat iemand die in een douche staat, ziet als die naar beneden kijkt. Ja. Ja. Nou goed, je komt op ideeën, hè? Je komt op ideeën, ja, kennelijk. Ja.